Dag dames en heren. Ik ben Jan Terlouw en ik hoor bij een steeds kleiner wordende groep van mensen die de Tweede Wereldoorlog nog heel bewust heeft meegemaakt. Nou leven we op het ogenblik in een heel vervelend tijdperk, het coronatijdperk. En ik hoor mensen nog alles zeggen, die tijd is te vergelijken met die oorlog. Nou, je kunt hem best vergelijken en dan zie je enorme verschillen, kan ik u verzekeren. Bijvoorbeeld de rol van de overheid. We leefden toen met een overheid die je vijand was. En nu doet de overheid de dingen uit vriendschap, zo goed mogelijk voor de samenleving te zorgen. Of je dat nou wilt geloven, ja of nee. Of niet naar school kunnen. Kinderen kunnen vaak nu enkele maanden niet naar school, wat buitengewoon vervelend is. Ik kon van september 1944 tot mei 1945 niet naar het Christelijk Lyceum in Zwolle, waar ik nu ben, hier in Zwolle, waar ik net overgegaan was naar de tweede klas van het Christelijk Lyceum, zoals ik al zei, tweede klas van het Lyceum. Ik kon daar een heel jaar niet naartoe. Grote verschillen. Ja, die oorlog, als je hem hebt meegemaakt, dan vergeet je hem niet. En u kunt zich voorstellen dat mijn kinderen, toen ze die leeftijd naderden die ik had, 13 jaar werd ik in die oorlogswinter, dat ze vroegen, hoe was dat dan? Er werd nog zoveel over gesproken, hoe was die oorlog dan? En ik vertelde daar natuurlijk over. En toen ik daar zo mee bezig was, dacht ik, er zijn natuurlijk heel veel kinderen in dezelfde situatie, dezelfde leeftijd, met ouders ook in diezelfde leeftijd, die het hebben gemaakt. Laat ik proberen om er een boek over te schrijven. En ik schreef het boek Oorlogswinter. En terwijl ik het aan het schrijven was, realiseerde ik me ook, er zijn zoveel soorten oorlogen. Je hebt de oorlog op het slagveld, de oorlog in het concentratiekamp, de oorlog in de hongerende stad. En je had ook de oorlog in Wezep, aan de Veluwse kant van de IJssel waar wij woonden, waardoor ik niet dat jaar naar school kon. Ik dacht, nou ja, ik schrijf dan toch maar over mijn oorlog. Zoveelste oorlogsboek dacht ik, nou ja, maar het is tot mijn grote verrassing is het heel goed ontvangen. En 2 jaar geleden kwam de theatergroep De Jonge Honden bij me op bezoek in Twello en zeiden, we willen het op het toneel brengen. Vind je dat goed? Nou, dat vond ik natuurlijk heel leuk, maar ik kon me het helemaal niet voorstellen hoe je dat zou moeten gaan doen. We hebben erover gepraat en ze hebben iets op touw gezet. En ik ben gaan kijken naar de repetities en ik dacht, gut, het wordt heel mooi. En ik hoop dat u er heel veel plezier van zult hebben. Ik ben er heel trots op dat De Jonge Honden dat gaan doen. Dus laten we gaan kijken. Oorlogswinter door De Jonge Honden. Veel plezier.